complex waar ouderen zelfstandig wonen vanaf 55 jaar, maar wel zorg op maat kunnen krijgen als ze dat nodig hebben. Want hoe uniek is dat? Ja, het is een uniek concept eigenlijk in Nederland op het platteland. In de grote steden is dit concept al wel eerder geprobeerd, maar op het platteland is dit toch een vrij uniek concept. Wij hebben 5 locaties binnen Harekarspel. Waar vroeger verzorgingshuizen voor stonden. De verzorgingshuizen moesten in het kader van het beleidsplan van de provincie sluiten. En de voormalige bestuur van de Stichting Zorg voor Ouderen Harekarspel wilde toch ouderenzorg laten bestaan in Harekarspel. Natuurlijk heel belangrijk dat mensen in hun eigen omgeving met de kinderen in de buurt toch kunnen blijven wonen. En dat is inderdaad ook zo gelukt. We hebben dus in de 5 dorpen hebben we 5 woonzorgcomplexen waar mensen in hun eigen dorp zelfstandig kunnen blijven wonen en van ons de zorg kunnen ontvangen als ze dat nodig hebben. Dat complex waar we hier zitten, dat bestaat nu ongeveer 2 jaar. Hoe zijn de reacties? Nou, wij zijn begin dit jaar ook gestart met een cliëntenvredenheidsonderzoek om te kijken hoe mensen het wonen ervaren en of ze daar nog wat in missen. In principe waren de reacties heel positief. Mensen wonen hier met heel veel plezier, omdat er toch een stukje veiligheid ervaren wordt binnen deze complexen, omdat er toch 24 uur zorg aanwezig is. Wat er nog wel een stukje gemist wordt, is het welzijn. Het welzijn zat vroeger in het budget van het verzorgingshuis. En omdat wij toch zorg op maat leveren en budgetten ook extra muraal ingezet worden, zit er in dat extra murale budget geen welzijnsproduct meer. Dus het welzijn is iets wat wij toch wel heel graag willen bieden en ook binnen onze complexen door 120 vrijwilligers geboden worden. En dat is toch een heel belangrijk item. Dank u wel. Voor heen gaan we nog altijd een zoentje, maar doen we nou maar niet. Nee, maar niet. Vrouw geheim. Eet smakelijk. Dank je wel. Nu heeft u afgelopen week bezoek gehad van meneer Melkert en mevrouw Vliegendhart. Die waren heel enthousiast over de vorm van de zorg op maat zoals dat hier geboden wordt. Maar hoe wordt er vanuit de gemeente gereageerd? Ja, de gemeente heeft ons ook altijd heel erg gesteund. Is ook heel positief in deze altijd geweest. En het feit dat wij natuurlijk het welzijnsaspect binnen de intramurale zorgbudgetten wel konden gebruiken, hebben wij dat dus in de extramurale budgetten hadden wij geen welzijnsaspect meer. En heeft de gemeente ons in deze ook altijd financieel gesteund. Zodat wij ook het welzijn in de complexen konden ontwikkelen. Toevallig hadden we gistermiddag in het complex Angela Park een Europamiddag, ook in het kader van de euro. Natuurlijk per 1 januari. En we hebben ook deze week in alle complexen een voorlichting gehad omtrent de euro voor de ouderen. En in Angela Park hebben ze dat eigenlijk laten volgen door een gezellige middag over het gehele Europa gebeuren. Angela Park valt onder een stichting. Wat voor stichting is dat precies? Dat is de Zuster Kuter Stichting. Wij zijn in 1999 gefuseerd. Vanaf 1995 was het Stichting Zorg voor Ouderen Harekarspel. Wij hebben toen ook gekeken van om de zorg te kunnen leveren aan cliënten. Niet alleen verzorgingshuiszorg thuis of thuiszorg thuis. Maar ook een stuk verpleeghuiszorg thuis wat wij willen bieden. Hebben we toen ook gekozen om te gaan fuseren met een verpleeghuis. En dat is de Zuster Kuter Stichting geworden. Waar onder andere het verpleeghuis Magnushof onder valt. Zodat we toch een zorgketen kunnen creëren voor de mensen die hier zelfstandig wonen. Dus ook verpleeghuiszorg thuis en het uitgangspunt is ook om zo lang mogelijk zelfstandig hier thuis te wonen met zorg. Het voordeel ook van dit concept is dat mensen dus 24 uur zorg kunnen krijgen. Dat impliceert ook ad hoc zorg. Dus dat wil zeggen dat mensen als ze dus buiten de zorg die wij op afgesproken tijdstippen geven, ook mensen tussendoor een oproep kunnen doen als dat noodzakelijk is. Ja. En dan kunnen ze hier een soort overgangsfase meemaken. Ja, dat is inderdaad waar.